Europese topclubs draaien haar een haar net om voor het spelen van meerdere wedstrijden in een week. Maar Cambuur is dan zelfs geen Europese topclub. Als zoen je dat, zoen het drokke wedstrijdprogramma wel haast sissen. De komende 14 dagen spelen de Ljouwers slechts 4 wedstrijden. Dus wij komen in een behoorlijk lastig pakket, wil ik niet zeggen. Maar je vraagt veel van de spelers. Het is nu wedstrijden spelen, het is herstellen, wedstrijdtraining, wedstrijden spelen. En op het moment dat je wedstrijd wint, is dat geen enkel probleem. Dan kom je in een bepaald ritme. Maar op het moment dat je wat met blessures en dat soort dingen te maken krijgt, ja, dan wordt het wat lastiger. Erik Bakker rint al een per seizoen na in het betellen voetbal, maar dit had ik hij nog net eerder meemaken. Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat we nou eigenlijk voor die andere ploegen 8 wedstrijden voor het einde moeten wij er nog 12. Dus ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, het is ongelooflijk. 4 wedstrijden minder gespeeld dan een heel aantal andere ploegen in de Jupiler League. Is het ook vervelend? Ja, het is op zich wel vervelend, want we moeten straks, ja, we hebben elke keer nu een dubbel programma. En zelfs dat wordt nu een paar keer alweer afgelast. Dus nou ja, ik weet niet wanneer ons weekend is, wanneer we een keer op maandag vrij zijn. Maar goed, nou ja, aan de andere kant kunnen we wel kijken wat die andere ploegen doen en ons daarop instellen. Dus ja, het heeft een beetje twee kanten. Cambuur's topschutter Michiel Hemmen wie de Arno Wieke ziek en hij zit in Veendam dan ik net in de basis. Martijn Barto is zijn vervanger. Martijn van der Laan had ook ziek geweest, maar hij is wel fit genoeg om jong te starten. Met zijn drive en het enthousiasme wat hij in zijn spel heeft, ja, dat denken wij morgen nodig te hebben. En dan zal hij een van de jongens zijn die daar het voortouw in moet gaan nemen. Van der Laan speelt het op het middenveld in het plak van Tim Keurntjes. Centraal achterin komt er nog een plak vrij voor Tim Bakens. Dit zien rentree maakt het nou een blessure. Bij Cambuur binnen ze haar een bewust van het belang van de komende 12 weken. In principe top 7 staat nu al redelijk los en nou, daar staan wij dan onderaan. Maar goed, we hebben nog zoveel wedstrijden te goed dat we, als we die tot een goed resultaat weten te brengen, dan kunnen we er mooi bij staan bovenin. Aan de andere kant, als je dat niet doet, dan haak je ook een beetje af. Dus er worden belangrijke wedstrijden.